Jullie hebben Giel, Thomas en Stefan de afgelopen jaren allerlei grappige, spannende, extreme, confronterende pranks en opdrachten laten uitvoeren. En om dit hoofdstuk af te sluiten, hebben jullie mogen bepalen welke pranks nu het meest geslaagd waren. Dit is de top 10 beste pranks. Welkom bij de top 10 beste pranks! Ja, wij hebben de afgelopen 8 jaar 420 opdrachten gemaakt. Dus het werd hoog tijd dat we daar een aantal mooie hoogtepunten van gaan maken. Dus bij deze. Alleen maar pranks. En we beginnen bij nummer 10. Bij goede geslaagde pranks is er altijd een slachtoffer. En als er één iemand vaak het slachtoffer is geweest, dan is het de moeder van Giel wel. In deze nummer 10 hebben de mannen de hele inboedel van het huis van Annemieke vervangen. Ik woon hier nog maar een maand, dus het zijn ook echt allemaal nieuwe spullen. Precies. Maar dit gaat dus allemaal uit. De lampen gaan eraf, de stoelen, de tafels, alles gaat uit. Man, dit wordt de vierde keer dat ik je prank. Ik vind deze prank nog harder, dus sorry. Maar ik vind het wel leuk. Hey, komt er nog iemand mij helpen of wat? Om het geheel nog geloofwaardiger over te doen komen, plaatsten de jongens een heel nieuw gezin in het huis, bestaande uit acteurs. Ik zou het zelf zo kut vinden als er ineens vreemde mensen in mijn huis zaten. Witte gelopen hier, dit is het. Ja. Zou Annemieke hier intrappen? Hallo? Kom ik bij het verkeerde huis? Dat denk ik. Het is 409, toch? Ja. Ja. Oké, laat me voorstellen. Ik ben Annemieke. Peter Nellissen. En jij bent wel mijn huis. Ja, wij wonen hier vanaf dinsdag. Vanaf dinsdag, oké. Okay. Ja, ja. Hé, maar daar hebben jullie wel veel werk voor moeten doen. Ja, volgens mij houdt u mij voor de gek, hoor. Maar je zult toch niet zo gek zijn geweest om het slot te vervangen, hè? Nou, ik heb... Als jullie dat gedaan hebben... Oh, het is echt vervangen, zeg. Ja, volgens mij zit u me echt helemaal voor de gek. U houdt mij... Ja, maar u houdt mij voor de gek. Dit is erg. Nou is het grapje wel leuk. Nou is hij over. Ja, ik vind... Nou vind ik het lang genoeg. Ja, maar ik vind... Wat doet u in mijn huis? Wat doet u in mijn huis? Wat doet u in mijn huis? Wat is hier aan de hand? Wat doet u in mijn huis? Ik hou wel van jongen. Een geslaagde prank. En deze komt binnen op nummer 10. Nummer 9. Toen had jij nog een mooie auto. Toen had ik nog een hele mooie auto, maar toen ineens was die knalroze. Ja, en een paar kippen achterin. Op nummer 9 treffen we een van de onderlinge pranks die Giel, Thomas en Stefan bij elkaar hebben uitgehaald. Na deze grap werd het alleen maar erger. Zo erg dat het uiteindelijk uitliep op een ware prankoorlog. Giel, Thomas en Stefan hebben elkaar weer de oorlog verklaard. Maar goed, voordat het zover was, moest eerst de auto van Giel eraan geloven. Met een smoes bemachtigden Thomas en Stefan de autosleutels en parkeerden de wagen bij een car wrapper. Hey Giel, kijk nog even goed naar je auto, want zometeen herken je hem niet meer. Ik word gebeld. Yo. Gaan what the fuck? Waar de fuck is mijn auto? Succes Giel, want wij houden vandaag even je auto, oké? Okay? Oké. Okay. Later jongen, doei doei. Go D'Amico, beast, oh no, I go beast. Go deeper. Benieuwd hoe Giel op de nieuwe kleur gaat reageren. Holy fuck, ouwe! Holy fuck, is dit mijn auto? Ja, man. Oh, wat is die lelijk. Maar Thomas en Stefan hebben het niet alleen bij een nieuw kleurtje gehouden. Nee, jongen! Nee, jongen! Wat is dit? Gaat er niet af. Gaat er niet af, jongens. Ik kan 3 jaar blijven zitten, ouwe. Deze kleurrijke grap komt binnen op nummer 9. Nummer 8! Ja, Jochem! Hey, Jochem! Heb je al een nieuw huis gevonden? Ik ben verhuisd ondertussen. Ja, hij is verhuisd. Ja, ik ben verhuisd. We hadden jouw hele huis ingebouwd met... Ja, bierkratten. Oh, dat was echt een droom. Leeg. Dat was dan wel weer jammer. Ja, maar het was een hoop werk. Ja, het was zeker een hoop werk. Want nadat de mannen Giel en Jochem met een smoes hadden weggelokt, kon de verbouwing beginnen. Ik kan nu al niet wachten die blik van Jochem, dat hij in die auto zit en dat hij dan krijgt te horen van dat hij niet op de goede plek is. Ja. Dat niet Giel in de maling wordt genomen, maar hij. Dus hij ik ben kou, man, dat kan helemaal niet. Heb je er zin in vandaag, jongen? We hebben lekker filmen. Oh, lekker. Lekker ver in Groningen. Lekker op Groningen. Ja, hij gaat echt een mindfuck krijgen vandaag. Niet waar. Nee. Jezus Christus, je kan geen fatsoenlijk muurtje bouwen. Pik, jij hebt helemaal niks gedaan, mogol. Ik liet het toch niet vallen. Als het goed is, zijn Giel en Jochem nu inmiddels in Groningen aangekomen. Ja,
dus we gaan eens even bellen. Waar ben jij? Wij staan voor die bierhandel. Waar zijn jullie? Waar? Hè? We hadden toch bij jou thuis afgesproken? Ah, kut zo. Jullie bij mij afgesproken? Zit niet bij mij, toch? Nee! God! Wat doe je in Groningen, Pik? Ben ik nou voor niks naar Groningen gereden? Ja. Bouw, ik schoot diep voor u. Ja. Tot zo. Oh. We moeten opbellen. Het huis is af. Nu wachten tot Jochem terug is en ze het resultaat kunnen tonen. Dit is die laatste. Nee! Wauw. Dat is goed, jongen. Jij ook, jongen. Het zijn 1500 bierkratten. 1500? Ja, ja. 1500. Precies, ja. Waar is die vrachtwagen? Die is, die komt ook niet terug. Tja, daar sta je dan. Met je 1500 bierkratten. Zonder bier. Deze grap staat op nummer 8 van deze lijst. Nummer 7. Ja, mam. Ja. Jij staat naast mij. Ja. Maar nummer 7 is dierentuin in je woonkamer. Ja, dat was de eerste keer dat ik geprankt werd. De allereerste keer. De allereerste keer. En dan kijk je recht in de kop van een kameel. Dit is de woonkamer nu. En die gaan we nu helemaal leeg trekken. Let's go! Ja, Giel en Stefan zijn de hele dag bezig geweest om de woonkamer van Annemieke om te bouwen tot één grote dierentuin. Is je moeder goed met dieren, of niet? Of heeft ze sowieso een familie? Ja, we hebben een kat. Jullie hebben een kat, ja. Maar er komt dus een lama. Goed, de woonkamer is klaar en ik denk dat we alleen nog eventjes de dieren naar binnen moeten brengen. Ja, dit gaat dit in je woonkamer? Kijk hoe fucking groot dat beest is! Oh, wees goed. De dieren staan in de woonkamer. Het is afwachten tot Annemieke thuis komt. Dit is een striptease actie. Mooi, ik heb een kameel. Ik wist wel dat ik nog een keer aan de beurt was. Gelukkig kon Annemieke erom lachen en hebben de mannen het weer netjes opgeruimd. Een beestachtig goede prank op nummer 7. Nummer 6. De slagboomprank. Slagboomprank? Ja, dat ik in die krap, weet je wel, rondjes ging rennen. Dat jullie politie gingen bellen, al die flauwekul. Ik weet het niet meer. Dan ging die boom overal neerzetten. Dan ging die auto stoppen en dan kreeg je oortje door. Je moet niet dit zeggen, dat soort dingen. Dat was echt, ik vond het legendaar. Nou, laten we even kijken dan. Ik weet er niks meer van. De mannen mogen deze prank dan wel zijn vergeten. Jullie weten het nog maar al te goed. Op een parkeerplaats midden in Amersfoort verscheen ineens een nieuwe slagboom. Die niet helemaal naar behoren leek te functioneren. Ja, dat gaat hij. Daar komt hij. Hallo. Heeft u een kaartje? Er komt geen kaartje uit. Oh, wat is dat hier, Paris? Drie. Nou, hier is dus nieuw aangelegd, die fundering. Die paal geeft een storing aan. Als we nog één keer. Ik ga hem nu naar boven doen. Twee, één. Ja, huppatee. Snel rijden. Houd hem gewoon. Mensen zijn die dit geloven. Die gaan samen met Stefan gaan ze springen totdat de fucking slagboom open gaat. Ja, we hebben er weer eentje, jongens. Godverdomme. Komt hij aan. Kun je me helpen met omhoog tillen? Niet. En ook midden in het Amersfoortse bos duikt een gloednieuwe slagboom op. Jij bent de krab die uit het bos komt rennen om de slagboom open te doen. Dat gaat hij omhoog. Maar Stefan vindt het nog niet grappig genoeg. Dus draait de prank richting Thomas. Er is hier een man die loopt met een krabpak rond. Hij heeft geen broek aan. Ik moet een melding ervan aanmaken. Oké, dankjewel. Oh, daar komt politie aan. Leuk! Oh shit. Kom je voor mij? Oh, voor de krab. En wij kregen een melding van... De politie maakte er snel een einde aan en de slagboom werd weer geopend. Bijna gearresteerd. Ja, je vraagt je natuurlijk af waar komt die politie ineens vandaan. Die heb ik opgebeld. Want ik zei dat er een halfnaakte krab in de borst was. Deze geslaagde prank staat op nummer 6 van deze lijst. Ja, dat vind ik echt kut. Nummer 5! Dat... Ja, die gast heeft me uit de garage genomen. Ik dacht dat ik een show had, maar dat was de show van hel. Echt waar, dat was verschrikkelijk. Klootzak.
Michiel en Thomas willen Stefan in de maling nemen en organiseren een fake optreden waarin alles lijkt mis te gaan. Een ware nachtmerrie voor MC Stefan. Hoi, hoi, hoi. Kijk, dat zijn alle figuranten. En tot overmaat van ramp zijn de bezoekers geïnstrueerd om het optreden vroegtijdig te verlaten. Jullie zijn ongeïnteresseerd. Dit is onze security man. Maar dit is niet een echte security man, dit is gewoon een acteur. En deze gaat Stefan ook een beetje opfokken. Maar wat is het? Wat is dat? Dat is een kookprogramma. Een kookprogramma? Ja, maar een beetje MC heeft er geen baardje of wel? Ja, dat straalt dus uit. Hè. Je moet uitstralen. Ja. Het is niet gewoon een slagvanger in jezelf. Ik wil jullie graag voorstellen aan de leukste bodyguard van heel Nederland. Ik weet zijn naam niet, maar ik wil heel graag een applausje voor deze man. Kom op. Nee. Nee. Wat je nou dat doet? Ik ga zo niet werken. Ik ga zo niet werken. Ik kan zo niet werken. Die bodyguard die staat heel zo. Die staat nee te schudden waar ik bij sta. Ik ga niet weer naar binnen. Dat doe ik niet. Ik ga niet naar binnen. Ik zal mezelf zorgen voor me. Rustig aan, Stefan. Het is gelukkig maar een prank. Wij hebben een superleuke set voorbereid voor jullie allemaal om hier vandaag een leuk feest te doen. Ja. En wat als Thomas en ik nu vertellen dat dit allemaal van tevoren is? Deze nachtmerrie achtervolgt Stefan nog steeds bij ieder optreden. De nummer 5 op deze lijst. Dit was echt mijn ergste nachtmerrie ooit. Nummer 4. Politiepranken. Dat ja. Was wel echt, dat ging wel ver, hè? Dat kon niet, dat kan niet, dat kon niet. Dat kan echt niet. Dat kon echt niet. Dat kon toen, maar als we dat nu doen, kan dat nee, niet dat meer. Nee, dat kan niet meer. Nee, maar legendaars, dat echt was geweldig. Ook dat moment dat die politieauto's kwamen aanscheuren en ons zo klem reed, was echt, blijf staan, dus oké, rustig. Ja, dat liep helemaal uit de hand. De politie kon het niet helemaal waarderen. Nee. Wow. Wat we gaan doen is toch helemaal niet strafbaar? Ik weet niet of het strafbaar is wat we gaan doen. Giel, Thomas en Stefan krijgen de opdracht om de arm der wet in de maling te nemen. En dus besloten ze om een politieauto in te pakken met hout. Ja, dat is er eentje. Hit and run. Ja. Het is ongelooflijk. We gaan dus nu gewoon een politieauto inpakken met hout. Ik ga bellen, mijn eerste politie. Ja, echt. Hier blijven staan, die twee ook. Een minder geslaagde prank. Want je hoort de politie niet te belemmeren tijdens hun werkzaamheden. Deze actie is jullie wel bijgebleven. En staat dus op nummer 4 van deze lijst. Nummer 3. Mam, dit was opdracht 100. Ja. Ja. Weet je hem nog? Ja, ik had hem even geskipt, maar ik heb hem weer. Ja. Hoog bovenop het lijstje van onze kijker. Ja, leuk. Hij krijgt dus een prachtig... Hij staat op het podium. Ja, mooi. Heel mooi avontuur. Ja, was een heel mooi avontuur. Vond hem liever en minder heftig dan bijvoorbeeld de dierentuin en mijn kantoor. Hmm. Maar... Moeten we toch strenger aanpakken. Ja. Succes jongens, we gaan bouwen! Annemieke mag deze prank dan wel niet de meest heftige vinden. Haar volledige achtertuin moest er wel aan geloven. Toen de mannen een waterpark voor haar gingen bouwen. Ga hier, Italio! Dit is echt gigantisch, ja. Jouw moeder die gaat echt helemaal de pan uit vlees. Echt serieus. Hij gaat tegen die boom af, hè. Oh, hij gaat net langs, hè. Wat is dat? Dat weet ik toch niet, jij weet dat toch? Nou jongens, ik heb gewoon water gekregen. Oh mijn god. Echt waar, hoeveel water heb je dan? 20.000 liter water. 20.000 liter water? Nee, moet je nagaan, jouw moeder komt zo naar thuis en dan staat er een tuin vol met speeltjes. Echt? Yes, dat gaat gebeuren! Ja man, ga jij je moeder nu halen? Tijd om Annemieke op te halen. Wil jij je spullen pakken en meekomen? Ik schrik me hoedje, dit is verschrikkelijk. Oh, dat is heel erg. Ze vindt het wel afschrikkelijk nu al. Ik ga even met de laatste zwembadje daarachter wordt nu gevuld met water nog. Staat alles klaar? Oké.
Hey, super. Dat zei ze. Ja, dat zei ze. Oh, ik ben er gewoon doodsbenauwd voor. Ja. Oh, je vindt het leuk. Ik vind het keileuk. Echt? Echt waar? Ik vind hem zo gaaf. Oké, okay, man rock! Okay, yes! Ik vind hem veel leuker dan de dieren zijn. Als je het niet erg vindt, wij gaan onze zwembroek aantrekken. We gaan even duiken. We gaan even lekker duiken. Doen! Yes. Heel leuk. Let's go! Yeah. Annemieke kon er gelukkig om lachen. En jullie ook. Want deze opdracht staat op het podium. De nummer 3 op deze lijst. Nummer 2! Ja, dit was de gestolen auto prank bij Giel. Dat we net deden alsof ze zijn auto gingen stelen. Dat was eigenlijk jouw idee. Ja, ik vind het geweldig dat die echt zo hoog. Ja, die staat op 2. Op dus de was... lijst staat. Ja, 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 ja. Ik doe niet meer mee. Die staat ook hoger dan die andere pranks op jou. Dus dat is top. Hij is er 3 dagen heeft hij niet meer aangekeken. Giel heeft een nieuwe auto gekocht. Maar is zo stom geweest om dat aan zijn moeder te vertellen. Die wilde maar al te graag wraak nemen voor alle keren dat Giel haar in de maling had genomen. En schakelde Thomas en Stefan in om tijdens de oplevering van Giels nieuwe bolide hem de stuip op het lijf te jagen. Super spannend. Laten we posities gaan innemen, want hij kan elk moment komen. Ja. Klaar voor? Zeker. Veel succes. Heel hartstikke leuk. Yes. Toppie. Ja. Heb je zin in? Ja, ik heb wel zin in. Goed zo, was er allemaal geluk met de andere auto? Ja, nee, ja, ik heb wel zin in. Dat doet hij niet. Ik ga even naar een andere computer toe. Klein momentje, ik zo terug. Dus die verkoper is nu gewoon enorm aan het kutten met Giel. En Giel trekt het zo slecht. Ja. Giel wordt gek, daar kan ik echt zo slecht tegen. Ja, dude. Want het is lang duurt. Dit is zo irritant. Ja. En net als Giel denkt dat al het papierwerk in orde is en hij zijn nieuwe bak mee naar huis kan nemen. Rustig. Kom even rustig. Kom even. Oh, wat heb ik voor vrienden, jongen? Wat heb ik voor vrienden? Holy shit. Fuck you! Ja, dat heeft je moeder allemaal geregeld, jongen. Die wou je zo graag terugpakken. Het was haar idee. Het was haar idee. Oké, sorry. Waarom gebeurt dit nou? Deze prank was dit keer voor jou. Wraak is zoet. En deze prank van Annemieke staat met stip op nummer 2 van deze lijst. Ik hou heel veel van je. Nummer 1! De zwanger prank! Dit vind ik dus echt kut, dit hè? Is leuk. Ik kom hier nooit meer vanaf, hè? Dit is de beste prank die StukTV ooit heeft gedaan. Sowieso, daar zijn jullie het mee eens. En ik denk misschien wel een van de beste pranks ooit in de Nederlandse geschiedenis van de pranks. Ik heb hier nog steeds nachtmerries van, hè? En nog steeds als mensen vind ik nog steeds kut. De nachtmerrie van iedere womanizer. Ongewenst vader worden. Met hulp van een scharrel van Thomas lieten Giel en Stefan hem geloven dat het raak was. Jij hebt, als het goed is, 2 dagen geleden verteld tegen Thomas dat je zwanger bent. Klopt dat? Ja, klopt. Ik heb hem over opgebeld. Ik heb een test gehaald en ik denk dat ik zwanger ben. Ik heb dus dat ik eigenlijk wel dat je meeging. Hoor ik meegaan? Ja. Hoe lang is de afspraak? Dat was pijnlijk. Oh, dat was heel pittig. Hoe is het nu met hem? Ja. Ik weet niet hoe die eronder is. Hij is volgens mij echt geflipt. Thomas heeft 2 dagen lang in de stress gezeten. Maar vandaag gaat hij zeer sportief met zijn mogelijk zwangere vriendin mee naar de eerste echo. Welkom. Ik val vandaag in voor mijn collega die hier normaal gesproken zit. Ik ben zijn vader. Eventueel gaan we het even controleren. Wat is jouw naam? Menstruatie en bloedverlies. En erge dingen. Dat je denkt van.
Ja. Maar voor jullie allebei. Ja, ja, zeker als het niet, niet gepland is. Nou ja, goed. Dan, het is niet goed dat die dokter alles meespeelt. Ze doet precies wat wij willen. En die echo. Ik ben heel blij. Dit wordt heel anders. Nou, ik weet dan niet of ik jullie mee moet feliciteren. Nee, ik weet het niet. Fuck, fuck, fuck. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ik ga het derde, dat ga je niet weten. Nee, flikker, flikker op. Ongelooflijk. Dit is een echte vergaan. No man, helemaal klaar. Nee, nee. Kom op, even rustig. Ja, dit wil je ook bij ons doen. En met deze enorme opluchting eindigen we deze lijst met de allerbeste Stuk TV pranks. Ik haat jullie echt intens. Mijn ergste nachtmerrie. Dit was dan nu de top 10 pranks. En volgende week hebben we weer een nieuwe top 10. Tot dan! Ja,